Opnieuw is Arnhem opgeschrikt door een overval op een supermarkt. De politie is maandagavond een onderzoek gestart naar de gewapende overval op de Lidl aan het Elderveldplein in Arnhem. Niemand raakte hierbij gewond. Bij de Lidl op het winkelcentrum Elderhof heeft een nog onbekende jongeman omstreeks 5:30 onder bedreiging van een steekwapen een greep uit de kassa gedaan. Mogelijk stond een tweede dader op uitkijk. De dader of de daders zijn te voet gevlucht, vermoedelijk in de richting van de Pettenstraat. Aan de telefoon Paul Koetsier van de politie Gelderland Midden met het signalement van de dader. Wat we tot nu toe weten is dat het gaat om een man van ongeveer 1,70 meter lang die ten tijde van de overval een zwart bivakmuts droeg en donkere kleding. En verder had hij een rugzak bij zich, vermoedelijk van het merk Eastpak. Goed, de man die sprak ook Engels, hè? Ja, dat is wel opgevallen dat hij Engels sprak. Dat hoeft niks te betekenen te hebben. Het kan ook zijn dat hij zich daarmee een bepaalde rol heeft aan willen meten. Maar het is wel een detail. Uiteraard is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u maandagavond rond 5:30 iets verdachts gehoord of gezien in de omgeving van het Elderveldplein? Neemt u dan meteen contact op met de politie? Ja, mensen met informatie die kunnen ons uiteraard bellen op het algemene nummer van de politie 0900 8844. Maar dat kan ook anoniem via meld misdaad anoniem op het volgende telefoonnummer en dat is 0800 7000.